Gezondheidsminister Amara Madin adviseert de samenleving om de algemene voorzorgsmaatregelen die tijdens de COVID-periode in acht genomen werden, nu ook te handhaven in verband met de toename van luchtwegaandoeningen in het buitenland. Voor aanvang van de ministerraadsvergadering stelde de minister dat de ontwikkelingen in het buitenland zich zeker ook naar Suriname kunnen verschuiven. Er zijn moeilijkheden bij deze ontwikkeling omdat je specifiek onderzoek moet doen. En eigenlijk verlopen allemaal hetzelfde, maar we merken wel meer cases in de wereld. En wij volgen op de voet, zeker met de feestmaand, met de migratie van, of ja, met de stroom van toeristen, heeft de WHO geadviseerd dat alle landen op alert moeten zijn, want het is heel makkelijk om een virus binnen te brengen. En daar hebben we geadviseerd in ons persbericht om de preventieve maatregelen in acht te blijven nemen. Zeker als je ziek bent, moet je een mondkap opzetten. Zeker als je nog niet gevaccineerd bent tegen COVID, moet je dat doen. En handen wassen regelmatig, afstand houden als iemand ziek is. Blijf thuis als je ziek bent, dat is nog steeds het advies. Maar stem het wel af met de arts en laat je ook onderzoeken. De bewindsman geeft verder aan dat Suriname voorbereid moet zijn op een toename van luchtwegaandoeningen. Dit is eigenlijk al in voorbereiding met de heersende influenza-griep. We blijven in contact met de PAHO en WHO die ons ondersteunen hierin. Algemene maatregelen, voorzorgsmaatregelen, gaan zal voor ieder gelden. Dat zei ik het zijn in dit geval waar we nu mee te kampen hebben zijn een combinatie van virussen. Het is niet één specifiek virus welke er is, maar het verloop van die infecties zijn wel bij allemaal bijna hetzelfde. Dus de oorzaak eigenlijk is niet, de verwekker is niet zo belangrijk. Het is wel belangrijk voor als het om kinderen gaat, dat ze goed gemonitord worden door een arts of een deskundige, een gezondheidswerker, om te kijken als er opnameindicatie bestaat of behandeling gewoon thuis mogelijk is, etc. Dus dat is wel belangrijk. Dus specifieke protocollen niet. Maar ik zou wel adviseren, weet je, als iemand in je omgeving ziek is, adviseren om mondmasker of als je zelf niet ziek wil worden, trek eentje aan. De minister zegt nu niet te kunnen praten over de situatie met betrekking tot de jaarwisseling, waarbij duizenden mensen op de been zullen komen. Ook in dat geval kan een ieder zich beschermen door voorzorgmaatregelen in acht te nemen om zaken te voorkomen.